Alright, mensen, we gaan fucking war spelen op Call of Duty World at War, bitches! Vandaag is het dus 7 april. En in 2023 valt op 9 april Pasen. Ja, I will take the last flag, man. Morgen ga ik gewoon fucking veel chocolade-eieren shoppen. Dus mensen, voor academisch schrijven moet ik een betoog schrijven. En mijn onderwerp is het teruggaan van hoofdkunst. Het gaat dan over bijvoorbeeld kunstwerken die bijvoorbeeld uit de Congo zijn gestolen en die nu terug moeten. Allee joh, hoe was dat geen kill? Kijk, daarom was deze Call of Duty gewoon zo fucking goed. Het gaf geen fucking fuck om je gevoelens. We are taking this damn flag. Ja, natuurlijk. Jesus Christ, man. What the fuck? Auw, ik ben gekillt door mijn eigen granaat. Ik ben zo'n fucking sukkel, man. Nice, we zijn verloren. A lot of good men died today. All for nothing. Fight for the flags. Oh nee, we zijn de nazi's. Who gives a fuck? Het is maar een spelletje. Oké, okay, let's go. Capture. Oh. Oh nee, de blitzkrieg is bezig. Yes, we hebben die fucking vlak, man. Kijk, daarom is fucking war zo fantastisch. Dat fucking geschreeuw, dat is echt fucking geniaal, man. Oh, fuck. Oh, I got him. Oké, mensen, ik ga jullie vandaag een tof verhaaltje vertellen. En het is een verhaal dat op een schoolreis in Polen is gebeurd. We zijn al gewonnen, nice. The honor of Europe is our success! Oh, dit spel gaf echt geen fucking fuck, hè. We waren dus op schoolreis in Polen vorig jaar. Toen waren wij dus in de stad Krakau. En toen zijn we s'avonds naar een of andere vage club geweest of zo. Het was eigenlijk letterlijk een rave cave club. Dus er was een soort van kelder of zo. En daar zat er gewoon één DJ te draaien. De leerkrachten dronken een beetje te veel. Na 20 minuutjes in de club waren de leerkrachten dus stom dronken. Ik bedoel, er zaten twee leerkrachten te droogneuken. Ik wou dat eigenlijk niet zien, maar... Ik weet niet in hoeverre dat strafbaar is, dronken zijn voor je leerlingen. Ja, boeien, hè. Ik bedoel, het is België. We zijn toch een dom land. Oké, dat is ook niet waar, maar... En ja, toen de leerkrachten dronken waren, hadden ze ook nog iets funny gedaan. Ik ging namelijk in de lift om wc-papier. Toen zaten die leerkrachten met mij toevallig ook in de lift. En weet je wat die deden? Die drukten al de fucking knopjes van de lift in. En het waren echt iets van achterdiepingen of zo. En bij elke verdieping stapten ze uit om de volgende verdieping met de trap te belopen. En zo weer in de lift te stappen. Ik snapte mijn leven op dat moment niet. Maar ja, oh my god. Deze map design is echt zo prachtig, man. Call of Duty World at War had gewoon de beste maps van de Call of Duty franchise. Jesus Christ, man. Dat was echt zo van... waifu lover. Got ya, motherfucker. Oef, 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 oef. Hondjes, lopen. Evening, man. Dat was echt random, man. Ja! Oh, gadget! Oeh, 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 oeh. Ja, GG, voor Amerika. Outstanding, Marines! Out fucking standing! We kicked ass! Hoezo kan ik zo hoerensnel schieten met fucking double tap, man? What the hell? Kutzooi. Ja. Oké, GG. They have released the dog. Oh, deze fucking voice line, man. Ik vind die echt zo geil. Hondje, rustig. What the fuck? This guy lacked the dude, man.